Slijpen, directeur monetaire zaken van de Nederlandse Bank. Sinds begin van dit jaar, heb ik begrepen. En hij heeft ook bij de Europese Bank gezeten, voor Wim Duisenburg zelfs nog. Dus een grote staat van dienst en spreekt met autoriteit over investeringen en over financiële zaken. Dus ik denk dat er een hele interessante opening aan dit congres zit. Ik geef heel graag het woord aan Olof Slijpen. Dankjewel. En het is een bijzonder plezier voor mij om hier te staan vanmiddag. En ja, behalve dat je een goede spreker moet zijn tegenwoordig, moet je ook een soort filmster zijn bij dit soort online events. Dus er komt een hele hoop bij kijken. Ik ben in ieder geval heel erg vereerd dat ik dit congres mag openen. En als ik aan de haven van Rotterdam denk, dan denk ik toch vooral aan een van die grote motoren van de Nederlandse economie. De grootste haven van Europa, de 10e in de wereld. Goed voor 400.000 banen. Voegt jaarlijks ruim 45 miljard toe aan ons nationaal inkomen. En dat zijn cijfers die klinken als een klok. Daar heb ik hele grote bewondering voor. Misschien even een kort uitstapje naar mijn route. Ik kom niet uit Rotterdam, ik kom oorspronkelijk uit Zuid-Limburg. En daar heb je niet zo heel veel havens, zoals u weet. Maar Limburg had vroeger steenkolenmijnen, de Dutch State Mines, tegenwoordig nog bekend als DSM. En mijn beide opa's, die hebben vroeger nog alle twee in de mijnen gewerkt. En de sluiting van die kolenmijnen kwam enorm hard aan in de regio. Maar DSM, hè, de Dutch State Mines, die bestaan nog steeds. En men verlegde het bedrijfsmodel van steenkool naar de petrochemie. En later heeft DSM de overstap gemaakt naar de fijnchemie. En is op dat terrein zelfs marktleider. Nu is DSM misschien een uniek voorbeeld. Maar wat daar gebeurde, geldt in zekere zin voor ons allemaal. Hè. Als de omgeving verandert, moet je als bedrijf, als sector, als economie, als haven, moet je mee veranderen, anders word je door de feiten ingehaald. Nou, nu vraagt u zich misschien af, hebben we nou echt iemand van de Nederlandse Bank nodig om ons dat te komen uitleggen vanmiddag? Nou, dat hoop ik eigenlijk van niet. Maar we hebben bij DNB wel het een en ander gedaan de laatste jaren op het gebied van energietransitie. En we hebben ook de afgelopen jaren consequent aandacht gevraagd voor de impact van klimaatverandering in onze adviezen aan de overheid, maar ook in ons toezicht op financiële instellingen. En we hebben partijen bij elkaar gebracht om oplossingen te bedenken voor met name de financiering van groene projecten. Waarom besteden we hier nou als Nederlandse Bank zoveel aandacht aan? Eigenlijk is dat heel simpel. Want onder alle gevaren die klimaatverandering met zich meebrengt, bedreigt zij uiteindelijk ook de economie en ons financiële stelsel. En hoe langer we wachten met de noodzakelijke maatregelen om de CO2-emissie terug te brengen, hoe groter de onzekerheid, maar ook hoe drastischer de ingrepen die straks nodig zullen zijn. En dat zou funest zijn voor de economie en grote schade toebrengen aan bedrijven, banen en onze manier van leven. En eigenlijk kun je heel goed de parallel trekken met de crisis waar we nu in zitten, de huidige pandemie. Ik heb ook al eens eerder gezegd, COVID-19 is een meteoriet die insloeg, die we niet op dat moment hebben zien aankomen. En klimaatverandering, dat is als een botsing van de aarde met een andere planeet. En we weten, het grote verschil is, we weten dat dat gaat gebeuren als we niets doen. Nou, en ik hoef u, om maar even in die metafoor te blijven, ook niet uit te tekenen wat de economische gevolgen van een spreekwoordelijke botsing met een planeet zijn. Kijk het naar de meteoriet die ons nu heeft getroffen, allemaal teweeg brengt. Zowel op nationaal als internationaal niveau is een aanscherping nodig van het klimaatbeleid om de doelstelling van het Parijsakkoord te halen. En nog even een herinnering brengend, de doelstelling was of is om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. En ik ondersteun daarom ook van harte het voorstel van de Europese Commissie
om de doelstelling voor de Europese uitstootvermindering te verhogen naar 55% in 2030. Met natuurlijk als einddoel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het extra geld dat overheden momenteel uitgeven om de economische impact van de coronacrisis te verzachten, biedt een kans om de vergroening van de economie een enorme en misschien wel beslissende impuls te geven. Mits dat geld natuurlijk groen wordt aangewend. En dan kunnen we van de tijdelijke dip in de uitstootdaling die we hebben gezien, met name ook dit voorjaar, als gevolg van de lockdown over de hele wereld, kunnen we dan ook een echt keerpunt maken. En dan kan die tijdelijke dip misschien ook wel echt een permanente dip worden. We zullen dus moeten veranderen. En om dat op een ordelijke manier te kunnen doen, moeten we nu tempo maken. En dat zal ook gevolgen hebben voor de haven van Rotterdam. Nou, wat moet er volgens de Nederlandse Bank dan gebeuren? En daar wil ik in het vervolg van mijn verhaal met u over hebben. En ik zal me met name beperken, zeg maar, tot de nationale en de internationale context. En na mij, dan komt Nico van Doren. En die zal veel uitvoeriger ingaan op wat dit allemaal betekent, concreet voor de haven van Rotterdam. Maar ik kan het niet laten, denk ik, om hier en daar toch alvast een voorzetje te geven. Ik wil twee dingen eruit lichten. Twee dingen die heel belangrijk zijn als je het hebt over CO2-emissie. En dat zijn uitstootbeprijzing en investeringen in vergroening. Ik begin met die uitstootbeprijzing. Want die is eigenlijk ook, de meeste economen zijn het er ook wel mee over eens, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want het meest efficiënte en het meest effectieve instrument om onze economie groener te maken, is de uitstoot van broeikasgassen van het juiste prijskaartje te voorzien. En we hebben net gezien dat heel veel van de deelnemers dat eigenlijk ook met ons eens zijn, kijkend naar de stelling over de CO2-heffing. Waarom is dit effectief? Waarom is dit efficiënt? Het is een marktconforme manier om het gebruik van fossiele energie te remmen. En tegelijkertijd worden daarmee duurzame investeringen aantrekkelijker gemaakt ten opzichte van fossiele investeringen. Ik zie wel dat dit bij voorkeur op Europees niveau gebeurt. Dan blijven de concurrentienadelen voor bedrijven kleiner en voorkomen we dat ze hun activiteiten naar het buitenland verplaatsen en dat we er eigenlijk in termen van reductie van CO2-emissie helemaal niks mee opschieten. Carbon leakage wordt dat genoemd. Nou, zoals u weet komt de prijs voor CO2 tot stand in het Europese emissiehandelssysteem, dat heet het ETS. En we zien dat de ETS-prijs recent is opgelopen, zelfs nadat de uitstoot van CO2 tijdelijk sterk gedaald was als gevolg van de coronamaatregelen. En dat is een teken dat het ETS echt begint te bijten. Ook wordt de Nederlandse industrie door de recent ingevoerde of nog in te voerde nationale CO2-belasting verder geprikkeld om sneller te verduurzamen. En ook hier in de haven Rotterdam zijn er al veel bedrijven waarvan de uitstoot op deze manier goed wordt beprijsd. En de financiële prikkels voor deze bedrijven om te verduurzamen zullen de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toenemen. En dat vinden wij goed nieuws. Maar er is veel meer nodig. Er zijn op dit moment nog sectoren die veel CO2 uitstoten zonder dat daar een prijskaartje aan hangt. En ik denk het beste voorbeeld is in dit verband en heel relevant voor de haven, de scheepvaart. Er wordt geen belasting geheven op brandstof voor de scheepvaart en deze sector valt ook niet onder het ETS. Nou, de Europese scheepvaart is echter verantwoordelijk voor ongeveer 4% van de CO2-uitstoot in de Europese Unie. Dat is ongeveer net zoveel als heel België uitstoot. Nou, en het voorstel van de Europese Commissie om het ETS dan ook uit te breiden naar de scheepvaart kan ik in dit licht ook heel goed begrijpen. Maar ook op nationaal niveau zullen we nog iets moeten doen. In Nederland krijgen grootverbruikers van energie nog steeds forse kortingen op de energiebelasting. En hierdoor betalen grote uitstootintensieve bedrijven in Nederland vaak maar weinig energiebelasting en komt de rekening in onevenredige mate terecht bij het MKB. Ook daar zullen we iets aan moeten doen, namelijk door die belastingkortingen geleidelijk uit te faseren.
Naarmate de Europese Unie haar klimaatbeleid verder aanscherpt, neemt wel de noodzaak toe om te voorkomen dat Europese producenten marktaandeel verliezen aan meer vervuilende concurrenten in het buitenland. Die carbon leakage, waar ik het over had, die geldt natuurlijk niet alleen voor Nederland, maar die geldt ook voor Europa. Dat zou slecht zijn voor de concurrentiepositie. En dat zien we voor een deel ook al gebeuren als het gaat om de import van elektriciteit van buiten de Europese Unie. Nou, en als onderdeel van de Green Deal heeft de Europese Commissie daarom aangekondigd voor een aantal sectoren een koolstofheffing aan de EU-buitengrens in te willen voeren. En ook dat is een idee dat wij van harte ondersteunen. En dit kan volgens ons een effectieve manier zijn om de Europese concurrentiepositie te beschermen en die weglek, die carbon leakage, te beperken van uitstoot naar landen die een minder streng klimaatbeleid voeren. Maar met goede uitstootbeprijzing alleen zijn we er nog niet. Bedrijven zullen ook daadwerkelijk de stap moeten maken naar andere, schonere manieren van produceren en het verlenen van diensten. En daarvoor zijn investeringen nodig, grote investeringen. Niet alleen in de productieprocessen van bedrijven, maar ook investeringen in energieinfrastructuur. En dat is het tweede onderwerp dat ik eruit wil lichten vanmiddag. De overheid gaat op korte termijn, en doet dat voor een deel al, extra investeren om de economie weer aan te jagen. In Nederland is dan met name het Nationaal Groeifonds van groot belang. En in de EU hebben we het dan over het Next Generation EU-fonds. Dat is een prachtige kans wat ons betreft om te helpen om de economie tegelijk duurzamer te maken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan investeringen in duurzame research and development, zoals waterstof en accu's. Investeringen in energieinfrastructuur, denk aan collectieve warmtenetten. En investeringen in elektrisch transport, zoals meer laadpalen voor elektrische auto's. En ook natuurherstel hoort in dit rijtje thuis. En het Nationaal Groeifonds zou volgens ons dan ook voor een belangrijk deel moeten worden aangewend voor die noodzakelijke klimaatinvesteringen. Ook kan de overheid private uitgaven aan verduurzaming verder aanjagen door het uitbreiden van fiscale regelingen voor groene investeringen van bedrijven en huishoudens. En daarbij denk ik aan een verruiming van aftrekposten, zoals de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek. Dit geeft niet alleen op korte termijn een impuls aan de economie, maar draagt ook direct bij aan de klimaatagenda. Ik wil vandaag niet alle ballen bij Sander Gaastra, ook een van de sprekers vanmiddag, leggen. Maar er is toch nog een ander belangrijk terrein waarop de overheid een belangrijke rol heeft wat ons betreft. Investeringen in duurzaamheid zijn vaak lange termijn investeringen, bijna altijd. En die komen vaak nog onvoldoende van de grond, doordat er te veel onzekerheid is over ons toekomstig overheidsbeleid en over energieprijzen. De overheid kan bedrijven dus meer zekerheid geven door transitiepaden helder uit te werken en beleid tijdig aan te kondigen. Denk ook een beetje aan wat er nu in toenemende mate gebeurt rondom de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar ook om terug te gaan naar het onderwerp, een goed voorbeeld vind ik het recent door het kabinet gepresenteerde waterstofvisie. En deze geeft meer duidelijkheid over de toekomstige rol van waterstof. Waterstof kan een belangrijke rol gaan spelen in de verduurzaming van de industrie en de energiesector. Een verdere ontwikkeling van duurzame waterstof kan ook een grote impact hebben op de rol van Rotterdam als energieterminal van de wereld. Rotterdam heeft al ervaring met waterstof en profiteert bovendien van de goed ontwikkelde infrastructuur. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat het woord waterstof vanmiddag nog wel vaker gaat vallen. De ontwikkeling van toekomstige technologieën, zoals waterstof, kan in deze fase niet alleen aan de markt worden overgelaten. En bij de productie en toepassing van duurzame waterstof is waarschijnlijk langere tijd overheidssteun nodig om dit echt van de grond te krijgen en de kosten te laten dalen.
net als de overheid dat in het verleden heeft gedaan bij de ontwikkeling van wind op zee. Ook is goede internationale afstemming nodig met onze buurlanden. Tot slot wil ik toch ook iets zeggen over die financiële sector waar wij toezicht op houden. En die is namelijk onmisbaar bij het financieren van de klimaattransitie. En zoals u weet, wij zijn centrale bank, maar wij zijn ook toezichthouder op banken, verzekeraars en pensioenfondsen. We willen dan ook in de eerste plaats dat financiële instellingen hun risico's goed beheersen. En dat betreft onder meer ook die risico's die voortvloeien uit klimaatverandering. En dat helpt uiteindelijk ook de verduurzaming van de economie. Want banken en verzekeraars en pensioenfondsen hebben nog steeds veel leningen en investeringen uitstaan bij bedrijven die veel CO2-uitstoot veroorzaken. En dan verwijs ik naar een rapport dat we recent hebben uitgebracht met het Planbureau voor de Leefomgeving, die de biodiversiteit aantasten. En we weten allemaal, die activiteiten zijn op de langere termijn niet houdbaar. En dat merken we nu al. Er zijn beleggers, er zijn kredietverstrekkers die grote verliezen leiden op beleggingen in en leningen aan de olie- en gasindustrie. Goed financieel risicobeheer zal er dus toe leiden dat men kritischer gaat kijken naar de uitzettingen bij energie-intensieve bedrijven. En dat men het beleggingsbeleid en de kredietverlening meer in lijn gaat brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Diezelfde financiële sector die speelt momenteel ook een belangrijke rol bij het opvangen van de economische gevolgen van het coronavirus. Ze geven banken op dit moment financieel lucht aan bedrijven en particulieren. En het is een belang van de banken om met deze bedrijven te bekijken hoe ze de crisis kunnen doorkomen en kredietwaardig blijven. En in dit kader kunnen banken hun klanten bij het herstel uit de crisis helpen om hun bedrijfsmodel te verduurzamen. Dames en heren, ik kom tot een afronding. Dit is eigenlijk wat ik u wilde vertellen vanmiddag. We hebben in Nederland, we hebben in Europa een energietransitie nodig die ons ordelijk en op tijd brengt bij het doel van klimaatneutraal in 2050. Daarvoor moeten we iets doen aan de beprijzing van de CO2-uitstoot voor alle relevante sectoren in heel Europa. En we hebben investeringen nodig om die vergroening ook te realiseren, particulier en publiek, met een belangrijke regierol voor de overheid. De coronacrisis die biedt ons daartoe een kans die we niet mogen moeten laten liggen. Mijn verhaal is een verhaal over de hoofdlijnen. En dat is misschien maar goed ook, want ik heb niet zo heel veel verstand van havens. Daar weet u 100 keer meer van dan ik. Dus ik ga ervan uit dat later vanmiddag nog wat meer de diepte zal worden ingegaan. Wat ik in ieder geval hoop, is dat ik voor u een podium heb gecreëerd waarop u vandaag met elkaar het gesprek aan kunt gaan over wat de energietransitie concreet betekent voor de haven van Rotterdam. Die kolenmijnen waar ik mee begon, die zijn al decennia dicht. Maar met DSM en ook met mijn roots, Zuid-Limburg, is het uiteindelijk helemaal goed gekomen. Voor Rotterdam zijn mijn verwachtingen zelfs hoger gespannen. Met alle kennis en vernuft dat hier aanwezig is, in combinatie met die Rotterdamse mentaliteit van aanpakken, moet het haalbaar zijn om van Rotterdam weer nummer 1 te maken. Dit niet de grootste haven, maar als eerste klimaatneutrale haven ter wereld. Dank u wel. Applaus. Hartelijk bedankt, Olaf, voor deze prachtige openingswoorden. Ik denk dat je alles aangestipt hebt wat we hier vanmiddag ook nog aan de orde gaan komen. Je visie er tegen aangelegd, dus daar gaan we vast op doorpraten. Een klein applausje. Het voelde een beetje als zo'n voetbalwedstrijd, hè, in het stadion toen er nog wat mensen mochten komen. Daar spelen ze tegenwoordig een band overheen. Hè, van, ja, tegenwoordig van, wel. Van applaus, alsof ja. Je naar een of andere comedy zit te kijken. Ja. Maar dit is toch echt serieus. Ja. En ik heb zelfs ook nog een paar vragen gekregen uit het publiek.
Bijvoorbeeld één vraag, dat is waarschijnlijk van een nee-stemmer over de instelling die wij in het begin neerzetten. Dat is de vraag, als het EU-ETS-systeem al een hogere prijs op CO2 zet, is het dan eigenlijk nog wel nodig om lokaal, landelijk, daar die heffing op in te voeren? Ja. En ik wou daar eigenlijk aan koppelen een vraag die al eerder in de voorbereiding in mijn hoofd zat van, jullie waren eerst heel stellig ook in je standpunten voor, en nu is het toch al wat genuanceerder. Ja. Proef ik uit je verhaal ook. Zou je daar even op willen reflecteren? Ja, we hebben, anderhalf, twee jaar geleden hebben wij een rapport uitgebracht over CO2-beprijzing. En daar hebben we ook gezegd van, nou, het moet liefst in Europa gebeuren. Maar als het dan niet kan, Europees, doe het dan in ieder geval nationaal. Dat heeft natuurlijk wel een impact en dat heeft effecten, maar die zijn op zich nog wel te overzien. Ik denk dat we inmiddels ook, gegeven het feit dat Nederland is een open economie, we leven niet in isolement. We zeggen ja, we moeten die CO2-beprijzing doen, maar toch vooral Europees. En in combinatie, dat heb ik ook in mijn verhaal aangestipt, in combinatie met voldoende investeringen om de economie ook te vergroenen. Nou, dan zou je kunnen zeggen, als je dat vindt, zou ik dan nee hebben gestemd? Ja, of zou ik dan nee stemmen? Ben ik dan benieuwd naar. Het antwoord is nee, ik zou ja hebben gestemd. Een beetje verwarring met de nee's en de ja's merk ik nu op. Maar ik behoor tot die, wat was het, 85%. Die voor de wet zou stemmen. Omdat ik het toch ook belangrijk vind om nu die stap te zetten. Hm. En Europa kan, ik denk dat deze stap, de Nederlandse economie, het Nederlandse bedrijfsleven, kan deze stap nu prima hebben. En we moeten ook niet met alles op Europa wachten. Maar een alleingang van Nederland op dit gebied, dat vind ik niet verstandig. Nee, dus hou balans en oog voor het Europese speelveld. Ja. Dat is wat je zegt. Ja, heel goed. Misschien gekoppeld daaraan een link op die investeren in die duurzaamheid vraagt grotere risico. Kredietverlening is dan lastig. Hoe lossen we dat op, vraagt iemand hier nog. Nou ja, goed. Ik denk dat ik weet niet of het lastig is. Laat ik daarmee beginnen. Hè. Of dat in algemene zin zo is. Ik denk dat, tenminste dat zien wij, laat ik me dan even focussen op de banken, dat die echt wel willen. Hè. En die willen ook hun portefeuille vergroenen. Zij zien ook heel duidelijk in dat het blijven verlenen van kredieten aan zeg maar even de fossiele industrieën, dat grote risico's met zich meebrengt. Dus ik denk dat het daar niet aan onwil ontbreekt, is mijn gevoel. Dus je zegt eigenlijk, aan beide kanten zitten risico's. En daar moet gewoon voorzichtig naar gekeken worden. Maar goed, vernieuwing, innovatief is vaak ook risico. Ja. Ik heb nog een laatste vraag voor jou. Want hoe houden jullie tempo bij? Want we gaan snel, bedrijven komen met nieuwe ideeën. Ja. Het moet nog sneller. Kun je als bank dan dat ook altijd goed beoordelen? En hoe organiseren jullie dat? Ja, nou, ik denk dat wat hier de truc is, of het geheim is dat wij gewoon heel veel samenwerken met andere instellingen, met universiteiten, met economen die hier ook mee bezig zijn. Ik refereerde in mijn verhaal over het rapport dat we hebben geschreven over biodiversiteit en het verlies daarvan. Nou, dat is niet dat wij allemaal biologen in dienst hebben, maar dat hebben we samen gedaan met het Planbureau voor de Leefomgeving. En eerdere rapporten over klimaatverandering en wat dat dan betekent voor de economie, hebben we samen gedaan met KNMI. Dus wij brengen de financiële economische kennis in. Hè, en anderen brengen de wat meer specifieke kennis in over klimaat of techniek en dat soort zaken. Heel goed. Nou, dus jullie staan met de voeten in de maatschappij. Blijf dat doen. Blijf ons scherp houden en blijf ons helpen, zou ik en zeggen. En blijf ons ook scherp houden. Heel goed. Dankjewel. Graag gedaan. En nogmaals, een applaus voor Olaf. Heel goed. De kop is eraf, zouden we dan zeggen. Wij gaan naar onze tweede spreker van vanmiddag. En hij werd al aangekondigd eigenlijk door Olaf Slijpen van de Nederlandse Bank, die een dubbelrol vervulde toen hij dat deed. Nico van Doorn, de directeur Nieuw Business Development van het havenbedrijf Rotterdam. En we beginnen ook dit blokje weer met een stelling. Dus wij hebben een stelling waar we mensen op mogen stemmen weer. Pak de live voting button er weer bij. Blauwe waterstof is duurzamer dan groene waterstof, is deze hele mooie stelling. En ik zie hier dus al een heleboel antwoorden binnenkomen. Ik praat nog even door. Ik kan ondertussen natuurlijk zeggen
dat Nico de leider is, voor wie hem niet kent, van het nieuw business team van het Havenbedrijf Rotterdam. En met Nico van Doorn organiseer ik ook samen met Management Producties altijd dit jaarlijkse congres. Dus hij is ook de thought leader achter de sprekers die we hebben uitgekozen en de zaken die wij doen. En ik zie dat er al een heleboel mensen stemmen. En er zijn toch mensen die het niet eens zijn met de stelling, Nico. Dat verbaast mij terdege. Nee hoor, ik had verwacht al dat er een soort 50-50 uit zou komen, maar er zijn toch meer mensen het oneens dan eens met de stelling. Nou, daar gaan wij straks nog even over doorpraten. Maar ik ben nu eerst benieuwd, Nico, hoe staat het met de voortgang van de energietransitie in de Rotterdamse haven? Volgens mij ga jij ons daarin meenemen. En prima. Wat lukt er wel en wat lukt er eigenlijk niet? Gaan we doen. Ik ga jullie inderdaad meenemen in waar we staan op het gebied van energietransitie in de haven. Maar de titel van mijn presentatie is Wie is de Wolf? En dat vereist denk ik enige uitleg waarom dat de titel is. Dus laat ik daarmee beginnen. In 1995 werd de wolf na een afwezigheid van meer dan 75 jaar opnieuw geïntroduceerd in het Nationaal Park Yellowstone. En wat er gebeurde door die herintroductie van die wolf was dat er enorme veranderingen in het ecosysteem ontstonden. Die wolf die ging op jacht, die ging op grote grazers jagen. En die grote grazers werden daardoor bang, die pasten hun gedrag aan en die waren niet meer op die grote weilanden te vinden, maar die gingen aan de rand van de bossen zitten. En omdat ze aan de rand van die bossen zaten, konden er op die weilanden kleine struikjes, grote struikjes worden en bomen worden. En doordat dat bomen werden, konden de rivieren die daar stroomden niet meer zo stromen zoals ze deden, want de erosie veranderde en rivieren veranderden van loop. En nou is het interessante, als je nou iemand had gevraagd om iets te verzinnen om de loop van rivieren te veranderen, dan was er niemand met een wolf gekomen. Dan hadden we van alles bedacht met machines en apparaten, maar niet een wolf introduceren. En wat ik nu wil doen in deze presentatie is eigenlijk op zoek gaan naar welke wolven we geïntroduceerd hebben of zouden moeten introduceren om energietransitie voor elkaar te krijgen. Dus dat is even de link die ik erin wil brengen. Nou, voordat ik helemaal aan die wolven toekom, eventjes waar zijn we mee bezig? Wat is de aanpak die we kiezen in het Rotterdamse? En dat is de zogeheten in drie stappen naar duurzaam aanpak. Dat is een aanpak die we samen met het bedrijfsleven, samen met de natuur- en milieuorganisaties en publieke partijen hebben gemaakt. En die zich eigenlijk richt op eerst het bouwen aan een infrastructuur voor energietransitie. Het bouwen aan een nieuw energiesysteem, daar kom ik straks ook op waterstof terug. En het bouwen aan een nieuw grondstoffensysteem, ook wel de circulaire economie. Dat is de onderlegger onder waar we mee bezig zijn. En we doen dit om een haven te maken die CO2-neutraal is uiteindelijk, maar ook een haven waarin heel veel activiteit en bedrijvigheid is. Dus laten we even kijken naar die CO2-uitstoot. Hoe staan we daar nu mee? Nou, we zijn gestart, hè, dat is ook het eikpunt voor Parijs, met 1990. Ik moet zelf zeggen dat de lettertjes erg klein zijn op het scherm. Ik hoop dat jullie ze thuis goed kunnen lezen. Maar je ziet hier het verloop van de CO2-uitstoot vanaf 1990 tot 2016 zo'n beetje. Het 2015 Parijsakkoord. Toen hadden we projecties voor de CO2-uitstoot en die zag er eigenlijk als volgt uit dat we van een 33 megaton uitstoot in 2016 naar dik over de 40 zouden gaan in 2025. Dat was het pad waarop we zaten. Nou, gelukkig zijn we toen gestart met een aantal grote ingrepen en aanpassingen. En dan zie je dat het verloop dat de piek geweest is. Vorig jaar hebben we een quiz gedaan op Rotterdam Energy Port. Toen hebben we ook gezegd dat de piek zo'n beetje 2016, 2017 was. En het is gaan afnemen. En het is verder gaan afnemen. En het is nog wat verder gaan afnemen. En dit is ongeveer waar we nu staan. Dit jaar zal het nog wat lager zijn. Want we hebben ook dit jaar gezien dat onder andere door een heel goed voorjaar met veel zon en wind, dat het aandeel kolenstroom is afgenomen. Er zijn grote wijzigingen door COVID, dus waarschijnlijk wordt 2020 ook nog wel weer een stuk lager. Maar dit is waar we staan, maar dat is waar we naartoe moeten. Dus ja, er zijn heel veel maatregelen getroffen, er is heel veel ontwikkeling geweest, maar we zijn er nog niet. Dus dat in drie stappen duurzaam, dat hele programma wat we doen, dat is echt heel belangrijk om dat op te pakken voor CO2-uitstoot, maar ook voor investeringsvermogen en verdienvermogen van de haven.
Laten we dan eens kijken naar dat in drie stappen duurzaam wat daarin zit. Dat zijn een aantal grote brokken. En de eerste brok die gaat over de ontwikkeling van infrastructuur. Infrastructuur voor warmte, en dat noemde Olaf net in zijn presentatie ook al. Infrastructuur voor stroom, voor stoom, voor CO2. Een aantal van dat soort grote investeringen die gedaan moeten worden om nu efficiënter te kunnen worden en in de toekomst ook klaar te zijn voor andere energiedragers. Energie-efficiëntie zit daar ook in. Nou, we hebben net een prachtig resultaat bereikt, vind ik, in een studie die gedaan is in Rotterdam bij een grote industrie, waar blijkt dat je zelfs daar nog 49% energie-efficiëntie kunt bereiken of winst kunt halen op energie-efficiëntie. Er zal later in het congres denk ik ook nog wel wat over gemeld worden. De tweede stap, en dat is een stap die gaat over de ontwikkeling van het nieuwe energiesysteem, en daar zit waterstof in. Heel groot, zowel blauw als groen. En als ik dan even op de stelling terug mag komen, dan denk ik dat het antwoord op die stelling heel tijdsafhankelijk is. Ja, misschien dat je vandaag zegt dat groen niet zo duurzaam is, omdat we nog onvoldoende duurzame stroom hebben, renewable power hebben om groen op te wekken. Maar in de toekomst is groen zeker de duurzame oplossing. Dus vandaag, en misschien de komende jaren, is blauw de duurzamere oplossing. Dus ik denk dat het antwoord inderdaad 50-50 zou moeten zijn. En dat je beide soorten waterstof nodig hebt gedurende langere tijd. Als ik dan naar de derde stap ga, dan is de derde stap die gaat over de grondstoffen voor de haven. En daar zie je allerlei ontwikkelingen die we gezamenlijk doen om bijvoorbeeld afval als grondstof te gebruiken, biobased grondstoffen te gaan gebruiken, kringlopen te sluiten. Walstroom staat daar ook in. Allerlei oplossingen die nodig zijn om op de lange termijn de haven economisch sterk en duurzaam te maken. Nou, ik ga echt niet in detail op al deze projecten in, maar ik heb jullie beloofd om op zoek te gaan naar de wolven die nodig zijn voor die projecten. Dus ik wil er een paar uitlichten. En dat zijn degenen die nu rood opkleuren. Laten we eens beginnen met Portos. Ik kan niet om Portos heen, dat wil ik ook niet. Het is een van de belangrijkste en grootste projecten uit stap 1, de ontwikkeling van infrastructuur. Infrastructuur die nodig is om CO2 af te vangen, te transporteren en op te slaan, maar in de toekomst ook om die CO2 beschikbaar te maken voor use. De feiten staan aan de linkerkant. We zijn bijna aan FID, dus het besluit om te gaan bouwen komt er echt aan. Grote bijdrage nu ook gekregen vanuit Brussel in een subsidievorm. Maar als je dan naar die wolvenkant kijkt, hoe is dit nou tot een succes gekomen? Dan is dat eigenlijk omdat je, en daar moet ik misschien nog iets over die introductie van die wolf zeggen, dat heet een trophic cascade. Wat je namelijk doet is dat je aan de bovenkant van de voedselketen iets nieuws introduceert. En als je kijkt naar de partijen die aan de rechterkant staan, dan staan die allemaal aan de bovenkant van de voedselketen, zo te zeggen. En je ziet dat Air Liquide, Air Products, Exxon en Shell de verantwoordelijkheid nemen om te gaan investeren in capture. Je ziet ook dat meer publieke partijen of overheids-NV's, zoals EBN, GasUnie en wij zelf, het risico gaan nemen om te ontwikkelen van het project op ons te nemen en te gaan investeren in infra. En dat kan alleen maar, beide, als EZK ook zijn rol pakt om maatwerk in regelgeving en subsidies te doen. Dus er is hier niet sprake van één wolf, maar je hebt eigenlijk een roedel van wolven nodig om zo'n project van de grond te krijgen. En dit gaat goed, dit gaat lukken. Dus ik denk echt dat na misschien wel 3 keer dat we hebben geprobeerd om een CCS-project van de grond te krijgen, dat het de 3e keer, 3 maal is scheepsrecht, ik zal hem zelf maken, dat het ook echt gaat lukken. Een tweede voorbeeld, en daar gaan we vanmiddag nog verder op in, is Zero Emission Services. Het idee is om binnenvaartschepen te laten varen met batterijen aan boord in plaats van op diesel. Samenwerking van Engie, ING, Wärtsilä, havenbedrijf en aan de klantkant Heineken en CCT. Daar is FID genomen, dus het eerste schip gaat gewoon volgend jaar op deze manier varen. En we zijn heel druk bezig om dat op te gaan schalen. Hoe zien die wolven er daaruit? Daar is echt heel goed gekeken naar die consortiumpartijen, dus Engie, ING, Wärtsilä en wij. Wat kunnen wij nou allemaal in ons stukje van de keten doen? En hoe kunnen wij investeren vanuit onze eigen expertise? Er is heel hard gewerkt om vertrouwen op te bouwen, omdat je elkaar toch net niet helemaal kent als partijen.
Maar wat heel belangrijk is geweest, is ook het commitment dat Heineken heeft gegeven om een langjarig contract aan te gaan voor transport. Want dat gaf de ruimte aan de vervoerder om te gaan investeren in een schip. En tenslotte, INW en de provincies zijn echt nodig om dockingfaciliteiten ter beschikking te stellen. En subsidies in het begin, want het kan nog niet uit qua kosten. Dus ook hier zie je weer dat het niet één wolf is geweest. Nee, ook hier heb je die verschillende partijen die allemaal hun stukje van de schakel of schakel in de keten kunnen doen om tot zo'n positief besluit te komen. De derde die ik als voorbeeld heb is Rotterdam Shore Power. En ik weet zeker dat vanmiddag Arno Bonte nog op Balstroom terug gaat komen. Maar Rotterdam Shore Power is ook zo'n heel mooi voorbeeldproject waarbij we nu bouwen. Je ziet de foto's van het neerzetten van de walstroominstallatie. Aan het ontwikkelen van walstroom voor Herema. Maar niet alleen voor Herema, we willen dat later door laten groeien. En als ik over WUP praat, dan heb ik het over Eneco, het havenbedrijf Herema en de gemeente Rotterdam. Beslissing is genomen, het eerste schip gaat in 2021 daar aan de stekker. Ik zei al, ook hier vind je weer een aantal partijen. Herema is bereid tot het betalen van het verschil tussen diesel voor hun stroomopwekking en stroom. De gemeente geeft een achtergestelde lening. En daarom konden Eneco en wij die investering doen tegen een aangepast rendement. En dan zie je dat je zo'n project van de grond krijgt. Dit waren drie voorbeelden uit het totaal aan ongeveer 50 projecten waar we nu mee bezig zijn. En eigenlijk zie je in allemaal dat publiek-private samenwerking cruciaal is. Dat je coalities van bedrijven en publieke partijen over de hele keten nodig hebt. Dat je elkaar echt moet begrijpen, dat je elkaar moet vertrouwen. Dat je de risico's moet delen met elkaar en dat je elkaar iets moet gunnen. Als dat er niet is, krijg je het niet voor elkaar. De rol van de overheid, zat in Olaf zijn verhaal net ook, is cruciaal. Vooruitkijken, voor investeren, misschien een pijpleiding iets groter maken en een risico daarop nemen. Stroominfrastructuur ook vroegtijdig aanleggen, zodat bedrijven daarop kunnen anticiperen en investeren. En consistent beleid. Geef maar aan waar we naartoe gaan. Dan heb je duidelijkheid en dat is voor je investeringsklimaat cruciaal. Daarmee ben ik aan het eind van mijn presentatie. Maar ik kan niet afsluiten zonder een plaatje van die mooie casus van Herema. Want dit is wat je ziet als je daar naartoe gaat. Die windturbines op de achtergrond, dat zijn de turbines die de stroom gaan leveren voor dat grote kraanschip op de voorgrond. Beter kan ik het niet in beeld brengen. Bedankt. Heel mooi. Applaus voor Nico van Doorn. Nico, wil jij bij mij even aan tafel komen nog? Want dan heb ik nog een... Ik heb zelf in ieder geval nog een paar vragen voor je. De mensen thuis mogen ook vragen stellen als zij dat willen. Wat ik bedacht toen je stond te praten, dacht ik, wat ben je toch een veelzijdig man. Je werkt bij de haven, altijd met industrie en haven bezig. En nu praat je opeens over roedels, wolven en ecosystemen. Dus dat vond ik al heel erg mooi. Ik zou dat straks ook wel een linkje over richting de wethouder maken. Want de wethouder had toen wij het Rotterdams Klimaatakkoord sloten, ja, heet dat dan ook een ecosysteem. Hè, als je in de haven iets wil veranderen, ja, dat is ook zo. En je kan dus net zo gemakkelijk een vergelijk maken met een roedel wolven daarin. En er zijn dus vele wolven nodig als wij de steen in de rivier willen verleggen, denk ik. Ik had nog een vraag aan jou. Wat zijn de... Ja, zeg maar, je hebt gezegd van, het ziet er hoopvol uit, laat ik het zo zeggen. Het grafietje wat je in het begin liet zien. Maar liggen we nou op schema? Halen wij de klimaatdoelen in de haven? Dat is moeilijk te zeggen aan de hand van dat grafiekje. Want ik denk, hoop en weet bijna zeker dat we een versnelling gaan krijgen. Dus als je kijkt naar de ontwikkeltijd die we gehad hebben voor een aantal projecten vanuit het verleden, dan is dat te lang. Als je dat om zou willen slaan naar de toekomst. Maar ik zie nu al in een aantal projecten dat ze steeds sneller gaan. Dus bij Portos heeft het lang geduurd om te komen waar we zijn. Bij ZES gaat het al een stuk sneller. Bij Rotterdam Shore Power gaat het ook sneller. En als ik kijk wat er nu op het gebied van waterstof gebeurt, naar de ontwikkelingen die we daar doen voor de backbone die we gaan bouwen, de ontwikkeling van de conversieparken, dan zie ik daar de versnelling nog vlotter gaan. Dus ik heb goede verwachtingen dat we de doelen voor 2030 waar gaan maken. Gaan we het gewoon zo doen. Ik heb ook nog een vraag, die zal ik uit het publiek, die ik even zal doen. En die vraagt de meneer of mevrouw aan de andere kant van de lijn, staat geen naam bij, vraagt hoe snel kan de haven de waterstofimport faciliteren?
Dat was nog, je hebt natuurlijk niet volledig alle projecten kunnen noemen. Misschien wil je hier ook nog even. Dat is een mooie vraag. Sowieso denk ik even rondom waterstof en waterstofimport. We hebben een uitgebreide analyse gedaan van wat kun je nou aan waterstofontwikkelingen in Nederland doen. Wat kun je doen op basis van offshore wind. En dan zie je eigenlijk dat de verwachting, zelfs als je dat allemaal doet, dat je nog steeds echt afhankelijk bent van import. Dus wat we nu aan het doen zijn, is een heel aantal landen over de wereld zijn we aan het kijken van waar kun je waterstof vandaan halen. Dus uit winderige, zonnige omgevingen of omgevingen met veel waterkracht. En daar hebben we een 8 tot 10 samenwerkingen inmiddels. Waarbij we richten op de eerste schepen die waterstof in een carrier naar Rotterdam brengen. Ergens 2024, 2025. Oké, heel goed. Dus dat gaat ook behoorlijk hard. Het is dan natuurlijk nog wel kleine hoeveelheden. En het eerste en dat schip. Moet weer het eerste schip en het moet groeien. Maar het eerste schaap is dan over de dam. Over de dam, ja. En wat is in jouw beleving als je zo terugkijkt naar je... Wat is het? Hoe lang zit je bij het havenbedrijf Rotterdam nu? Ruim 10 jaar. Ja, dus je bent er langzaam maar zeker, denk ik. Hè, want steeds belangrijker werd het, die energietransitie. Wat is het meest inspirerende project als je terugkijkt wat je hebt gedaan? Of misschien zelfs de laatste 2 jaar, want toen ging het echt hard met de energietransitie. Ja, ik vind het ontzettend moeilijk om daar antwoord op te geven. Want er zijn er een paar die echt heel inspirerend zijn. Misschien blijf ik gewoon dicht bij de voorbeelden die ik net gegeven heb. Ik denk dat Portos er zeker eentje is. Ik denk dat SES er eentje is, omdat dat een hele mooie samenwerking over de keten is. En niet alleen omdat we een beetje reclame maken dat Jan elke keer met bier kwam als we een vergadering hadden. Maar dat helpt het ook. Het waren gezellige vergaderingen. Het was aan het eind. Dus, heel goed. En Rotterdam Shore Power ook, want... Ik denk dat alle drie de voorbeelden laten zien dat het niet makkelijk is om het te ontwikkelen, maar dat het wel lukt. En dat inspireert. Ja, dat inspireert, ja. En is er dan ook één gamechanger? De volgende vraag die er een beetje op lijkt, maar... Nee, er is niet één gamechanger. Het is echt, we kregen een week of 2, 3 geleden ook weer de vraag vanuit de overheid. Geef ons nou gewoon aan welk beleid we moeten voeren, want dan kunnen we dat ook doen. Nee, zo makkelijk is het niet. Het is echt dat je een roedel wolven nodig hebt. Dus je hebt echt bedrijven nodig die wat kunnen doen. De overheid die zijn rol pakt. Partijen zoals, nou, straks Tennet, Evides, wij als havenbedrijf. Allemaal moeten we onze rol pakken. Dat is niet makkelijk, maar het kan wel. Ja, ja. Hm.